Ricardo Kiesner, we staan hier een dag later na een vervelende gebeurtenis gisteren aan de zijlijn. Wat gebeurde er precies? Ja, gisteren kreeg de bal eigenlijk aangespeeld van Danny Bakker. Valt tussen mij en Joel in, rolt langs ons en de bal rolt richting de zijlijn. En ik zie de aanvaller van Ajax komen. Ik wil hem eigenlijk blokken met mijn linkerbeen en zodat de bal uitrolt. Op dat moment loopt hij zeg maar in mijn rug, niet echt hard tegen mijn knie aan, maar mijn voet blijft zeg maar staan in het gras en... Ja, ik voel eigenlijk gelijk dat hij er doorheen klapt en sinds dat moment, zo verder. Je werd gelijk overmand door emoties, hè? Ja, nou ja, kijk, je weet natuurlijk, ik heb een geschiedenis met mijn knieën en met blessures. En ik kom hier in het stadion en ik zie gewoon de defense, weet je, gelijk de klik is er en het stadion leeft op. En ik zie gewoon, ik wil elke bal hebben en ik voel me gelijk fijn op mijn plek. En ik ben hier sowieso op de eerste plaats naartoe gekomen om voor mijn club te spelen, voor ADO te spelen, om weer plezier te maken. En, weet je, ik heb het heel erg naar mijn zin hier in de eerste 2-3 weken. En als je dan zo in het stadion wordt ontvangen en je ziet als je erin komt en de wedstrijd verandert ook, we komen in een goede flow. En dan loop je juist op zo'n moment tegen weer een nieuwe knieblessure aan. Ja, dan breek je even, ja. Is je gelijk van, ik ben er voorlopig uit? Nou, in principe toen ik daar zat, ik weet op dit moment natuurlijk nog niet wat er precies aan de hand is. Ik zat op de grond en op zich de pijn viel mee. Het zakte gelijk weg, maar ja, je moet eerlijk tegen jezelf zijn. Je weet gewoon dat iets niet goed zit, nee. En vanmiddag dus de scan. Waar hoop je op? Je weet dat het slecht is, maar ja, de vraag is hoe slecht? Ja, kijk, in principe maakt het voor mij nu niet zoveel meer uit. Wat het ook mogen zijn, ik ga gewoon heel hard vechten. En knokken om zo snel mogelijk terug te zijn. Waarbij ik ook op de eerste plaats het publiek, de supporters en heel erg wil bedanken. En hebben gisteren echt de eerste stap van mijn herstel gezet. Hebben me een wijze boost gegeven, al hier op het veld. Hoe ze mij de support hebben gegeven. Toen ik op de brancard lag en ook daarvoor 7-8 minuten op het veld zat. Hoe er voor mij werd gezongen en geklapt, dat deed me heel veel. Dat geeft je gelijk een stap in de goede richting. En dat laat je echt beseffen waar je het voor doet. Dat heeft me ook laten breken op dat moment. Want op zo'n moment, weet je, voetbal is een sport. Maar gezondheid gaat daarboven, denk ik. En als je ziet dat de supporters dat zo erg beseffen. En ook supporters van Ajax, Feyenoord, noem ze maar op. Ik heb heel veel berichten gehad. En dat heeft me echt onwijs goed gedaan, ja.